allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben net op stal aangekomen en ik denk dat de meesten van jullie het wel op Instagram hebben gelezen. En dat is dus dat we dit weekend een wedstrijd hebben in Tolbert. Het is dus een meerdaagse, gewoon nationale wedstrijd. En ik ga dus met Londen meedoen. Ik zou ook met Calvin meedoen, maar helaas is die niet helemaal fit om mee te gaan. Dus we hebben besloten om die lekker thuis te houden. En ga ik dus alleen met knappe Lonnie heen. En ik ga dus met Londen starten in de klasse Z1. Dus ik heb er echt mega veel zin in. En we gaan dus vanmiddag vertrekken. En morgen en overmorgen moet ik dus twee proefjes rijden. Dus zaterdag 2 en zondag 2. En we gaan vandaag al heen omdat ik morgenochtend al om 10 uur moet starten. En Carmeer is er ook. Dus we gaan er gewoon een gezellig weekend van maken. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik denk dat ik de vlog in 2 of in 3 ga indelen. Dus dat het uiteindelijk 3 aparte vlogs worden. Want vandaag is dus de voorbereidingsdag. Ik heb gisteren wel een deel ingepakt. Maar ik zal straks alles wel even aan jullie laten zien. Ik heb Lonnie net buiten gezet. En hier staat Mackie. En ik ga nu Mackie en Liv even rijden. En ik train Lonnie vanavond. Of eind van de middag daar in Tolbert zelf. Maar Liv en Mackie ga ik nu thuis nog even rijden. En dan ga ik daarna Lonnie ook helemaal wassen. Dan ga ik naar huis. Even douchen en de laatste spullen pakken. En dan gaan mijn moeder en ik samen naar stal. Ik ben nu alleen op stal. En dan gaan we Lonnie inladen en dan gaan we vertrekken. Dus ik heb er heel veel zin in. Hopelijk jullie ook. Dus veel kijkplezier. Hoi, ik ben Johanna Nijtever en dit is mijn vlog. Ik heb Liv lekker opgezadeld, dus we gaan nu even lekker rijden. Ik kan helaas niet voor jullie filmen, omdat ik nu natuurlijk alleen ben. Maar het gaat eigenlijk altijd wel super goed in de training. Dus we gaan vandaag lekker even losrijden. Want ze heeft van het weekend natuurlijk weer vrij. En van de volgende week pak ik je dan weer echt goed op. Dus vandaag nog even een lekker relaxed dagje. Wel gewoon even goed losmaken. Lekker stretchen. En dan gaan we van de volgende week weer lekker hard aan de bak. Ik heb net super fijn met Lizzie getraind. Die deed echt mega goed. Ik heb gewoon heerlijk gereden. En ik ben nu aan het uitstappen. Dus ik ga er zo lekker afzadelen. Ga ik snel Mackie opzadelen. Ga ik die nog even trainen. En dan ga ik daarna Lonnie lekker wassen. Dan zal ik nog even snel mijn kast laten zien wat er allemaal in zit. En dan ga ik dan naar huis om dan even te douchen. Lekker klaar te maken voor vanmiddag. Nog even de laatste spullen in de wagen. En dan gaan we weer naar stal om Lonnie op te halen. Liefje staat lekker buiten. En ik heb Mackie nu opgehaald. Dus ik ga er nu even snel opzadelen en ook lekker trainen. Ik haal het lekker slow achter me aan. De laatste keer dat ik hem hier vandaag train, hij wordt morgen weer opgehaald. Dus nog even lekker genieten. Ik heb net super fijn met Mackie getraind. Hij deed echt mega goed. Dus ik ben helemaal blij. Super fijne laatste training gehad. Ik heb gewoon gewerkt dat hij weer heel mooi recht is. Weer fijn op het achter mee komt. En niet van voor gaat hangen. Maar dat hij ook echt weer mooi omhoog komt met die schoft. Dat hij gewoon weer mooi op het achterbeen is. En dat hij gewoon echt weer die berg op wil klimmen. Want dat kan hij super goed. En dat heb ik deze 2 weken voor Stella gewoon weer een beetje opgebouwd. En dat het hopelijk voor haar weer wat makkelijker is. En dat is gewoon super fijn. Ik merkte ook toen ik zo jong was als Stella dat het af en toe gewoon heel erg fijn was. Als iemand je pony gewoon even bijrijdt. En ze was natuurlijk op vakantie. Dus dan is het extra fijn dat hij gewoon lekker in beweging blijft. Dat Stella gewoon, als ze terug is, gelijk weer kan beginnen. En hopelijk heeft ze er veel profijt van dat ik hem weer lekker voor haar heb gereden. En dan gaan we de aankomende weken gewoon weer lekker samen trainen. Want zoals jullie weten help ik Stella nog steeds. Dus dat vind ik super leuk. Ik ben lekker aan het uitstappen in het zonnetje. Het is echt super warm. Maar ik ben helemaal blij dat het zo goed ging. Dus ik ga Mackie nu afzadelen. Ga ik even snel de concourskast laten zien. En dan ga ik mijn vieze varkentje wassen. Die daar achter Patton staat. Je ziet er net. Daar zo. Knappe schimpie. En ze is super vies. Dus ze moet echt gewassen worden. Ik ga jullie nu even snel de kast laten zien. Ik moet wel eerlijk zeggen dat nog niet alles erin zit. Mijn wedstrijddekje, mijn trainingsdekje liggen nog thuis. Die heb ik wel al klaarleggen. Maar dat moet ik er straks nog even in doen. Kijk, dit is echt super mooi. We hebben dus sinds kort zo'n hele mooie klep erop. Dus dat betekent dat we hier ook spullen in kunnen doen. Dat is super handig. Hier passen ook gewoon dekjes in. Zelfs mijn cap past erin. Dus ik heb hier mijn cap. Mijn oortjes lagen daar. Die heb ik thuis nog even opgeladen. Heb ik ook al klaargelegd. Hier zit niks in. Even kijken wat hierin zit. Oh, hier zitten trainingshandschoenen in. Nog van die extra hoesjes. Mijn sporen. Sporenbandjes en een tandenborstel waar ik eventueel die naadjes van mijn laarzen nog goed mee kan poetsen.
Dat zit in dit pakje. Hier nog wat zadelvet. Gaatjesstang voor de zekerheid. Zo'n bondje. Extra teugelsweepje. En dan dus mijn cap. En hier komen ook mijn dekjes nog bij. En dus nog mijn trainingsoortjes. En ook voor de wedstrijd. Zodat mijn moeder me kan helpen. Nou, dat is dit de inhoud van de kast. Zadel, single, pet. Mooie hoofdstel. Supermooi met de frontriem van Sissy en de neusriem van Sissy. Alleen ik ga dus in het blauw met roze. Dus ik heb ook een hele toffe frontriem met roze. Dus die ligt ook thuis. Die heb ik klaargelegd. Die neem ik mee. Mijn laarzen, opstapkrukje, therapiedeken, stalgordijn. Even kijken, wat zit hierin? Hier zit nog een frontriem in. Wat spulletjes, medische spulletjes, thermometer. En nog goed spullen voor mijn laarzen. Kijken. Oh, hier zitten alle vlechtspullen in. Een naald en draad, schaar, kammetje, hoevenkrabber, manenborstel. Hier een zachte borstel. Ik heb thuis nog een harde borstel klaar liggen. Dus hier, er moeten echt nog heel veel dingen bij. Maar dat ligt allemaal in de wagen, dus dat ja, kan ik ook niet vergeten. En hier zitten allemaal verzorgingsspullen en wasspullen in. Dus ook handdoeken. En vliegenspray. Hoe vet. Even kijken, zweepmes, wat is dit? Hier nog babyolie. Hier nog onder nog shampoo, zilver shampoo, nog shampoo vanaf. De silkespray vanaf en de citronella spray vanaf. Is ook heel goed voor de vliegen. Nou, zit dat in deze bak. En dan in de onderste bak zitten deze springschoenen. En mijn wedstrijdbeschermers en trainingsbeschermers liggen ook klaar thuis. Dus mijn paspoort ligt al in de wagen. Mijn jasje ligt in de wagen. Ja, mijn paard is nog hier. Die moet ik nog even wassen. Maar ik denk dat dat het ja, wel ongeveer is. Dus straks moeten alleen die laatste spulletjes er nog bij. Zoals mijn dekjes en mijn beschermers en zo. Mijn oortjes. Dus dat komt er straks nog bij. Maar dan hebben jullie in ieder geval nu al de kast gezien. Ik heb trouwens ook een meston mee. Gewoon zo'n action wasmand is het volgens mij. Ja, het is zo'n hele grote plastic wasmand. Dus die, daar kan ik het mes in doen. Ik heb een mesboy en een bezempje in de vrachtwagen liggen. Ik heb een waterbak in de vrachtwagen liggen. Een voerbak. Hooi pak ik straks. Voerbakjes ga ik nu even snel vullen. En dan ga ik Lonnie wassen. Ik heb het voer helemaal klaargezet. Dit zijn nog 3 bakjes voor Liv. Die laten we natuurlijk hier achter. Dus Liv wordt dat in de ochtend gevoerd met zo'n bakje. Omdat hier de supplementjes bij zitten. Dus Liv heeft sowieso genoeg. Heb ik 5 bakjes mee voor Lonnie. Hier, dit is zonder supplementen, dit met. In de ochtend krijgt ze ook de supplementen. En in de avond dus niet. Dus hier eentje voor vanavond. Want vanavond krijgt ze daar de voer. Eentje voor zaterdagochtend, zaterdagavond, zondagochtend en zondagavond. Deze heb ik helemaal vol gedaan. Ze krijgt niet zoveel. Maar dan zit daar dus een beetje extra voer bij voor eventueel naar het rijden. Dus het voer ligt helemaal klaar. En zoals jullie misschien wel weten, krijg Lonnie in de middag. En ook de andere paar natuurlijk, maar ook Lonnie. Digest in de middag. Dus daar heb ik een halve zak van in de wagen liggen. Dat hoef ik niet meer te pakken. Ik pak nu even mijn wasspullen uit de kast. Hier even flink wat zilver shampoo. De Fairy Solution, die doe ik op de hoeven. Gewoon een shampoo vanaf. Ik vind deze heel fijn, de Tea Tree en Mint. Dus dit ga ik allemaal verklaarleggen in een spons of zo, handdoeken. En dan ga ik Lonnie snel pakken en als de wielen weer wassen. Want ik moet ook nog een uur naar huis op de scooter. En ik heb nog niks in de caravan liggen van mijn eigen spullen. Dus ja, ik heb zeg maar ook best wel een beetje haast nog. Dus ik ga even opschieten. Ik heb Lonnie helemaal nat gemaakt. Nou, en mezelf ook. Want ik was de maan aan het nat maken. En toen ineens schoot die slang eraf. Dus al dat water kwam recht in mijn gezicht. Dat is dus de reden dat ik zo meteen nog naar huis ga. Om even lekker schone kleren aan te doen. Omdat ik zelf ook net zo nat word van wassen als Lonnie. Ik ga er nu lekker instoppen. Lekker even wassen. De hoofd is gelukkig wel schoon. Dus die hoef ik niet te wassen. Lonnie vindt het altijd niet zo fijn als ik de hoofd ga wassen. Dus je hebt hem goed schoon gehouden, Lonnie. Oh, en ik moet eerst dit even opruimen. Ik heb Lonnie gewassen. Die ga ik nu heel snel naar de stal toe brengen. Die is er klaar mee. Ze is al helemaal schoon. Ik heb de hoefjes lekker ingelakt met Fairy Solution. Kijk, dit gaat ze doen als ze een beetje boos is. De staart is als het goed is ook helemaal mooi schoon. Ja, die wordt hopelijk weer helemaal mooi wit en zilver.
Ik ga er nu op stal zetten en dan ga ik dan even alle spullen opruimen. Alles is nu helemaal klaar op stal. Ik moet alleen nog even een ander paard binnenhalen, zodat Loenie niet alleen staat. Ik moet even kijken wie dat wordt. Ik denk dat ik Livje gewoon ga binnenhalen. Maar meestal wordt een paard van Kelly ook altijd wel heel onrustig als er eentje naar binnen gaat. Dus misschien dat ik die wel binnenhaal of kijken of die rustig staat of niet. Ja, voor de rest is alles helemaal klaar. Ik ga nu snel naar huis. Ga ik even de laatste spullen in de caravan leggen. Ik hoorde net al, moeder had me net gebeld, dat die al de dekens en zo aan het inleggen was. En dat was mijn... tassen. Ik had zeg maar wel alles klaargelegd, maar nog niks in de caravan gedaan. Even kijken, heb je nog een lekker appel? Die ga ik even opeten. Dus mijn kasten kunnen nu op slot. En dan ga ik even als de wielen weer naar huis, vol gas. Want kan ik nog even snel douchen. Daar heb ik echt zin in. Gewoon even lekker snel douchen. En dan zijn we zo met een half uurtje weg van huis als het goed is. En dan kunnen we dan zo even boodschappen doen en dan gaan we naar stal. Laden we Loenie in de concourskast, doen we de laatste spullen in de kast, even hooi pakken en de voerbakjes erin zetten. En dan halen we thuis de caravan op, want de wedstrijd ligt zeg maar, stal is zeg maar verder van de route af naar de wedstrijd. Dus we gaan met de caravan, dus daarom halen we eerst Loenie op en dan thuis de caravan. Want anders moeten we al naar stal heen en weer voor niks met de caravan en kunnen we dan gewoon een beetje doorrijden. Dus we gaan ook logeren in de caravan, heerlijk. Ik neem nog even lekker een glas water, want ik heb dorst. En dan ga ik snel naar huis. Ik heb thuis even lekker gedoucht en omgekleed. En we hebben alle spullen nog even in de caravan gelegd. Dus dat is allemaal helemaal geregeld. En ik ben nu weer op stal. En mama en ik hebben net nog even boodschappen gedaan. En ik heb dit hooi netje voor onderweg voor Loenie gevuld. En ik heb 3 van deze digest zakken met hooi gevuld. Dat is wel genoeg. En dan heb ik ook nog dat hooi netje. De digest ligt hier, dus ik leg nu even de voerbakjes ook in de wagen en de concourskast. En dan gaan we Loenie klaarmaken. Ze is natuurlijk al helemaal gewassen. Doei! Ze is natuurlijk al helemaal gewassen, maar ze moet de staartzak even om. Hopelijk is ze nog schoon, daar ga ik wel van uit. En dan gaan we Loenie inladen en dan gaan we vertrekken. Nou, we rijden net van stal weg. We hebben de concourskast ingeladen. Natuurlijk het hooi, nog het voer en natuurlijk Loenie, want anders komen we er niet. Oh, nou, ik ga even kijken. Kijk, Loenie die muts. Oh, levensgevaarlijk dit. Ik heb hem goed vastgemaakt. Ja, hij is weer terug. En hier heb ik de kast neergezet. Ze is gelukkig nog helemaal schoon. Zet de transportbeschermers om en de staartzak van Bukas. Dus hopelijk maakt ze zich niet vies onderweg. En dan gaan we nu de caravan halen. Wij zijn aangekomen na 1,5 uur ongeveer. We hadden gelukkig alles mee zitten op de weg, dus dat was super fijn. Dus we gaan nu snel Loenie uitladen en Carmen is er ook al, dus dat is super gezellig. En dan gaan we even alle spullen uitladen. En dan moeten we vanavond ook nog even trainen, dus nog genoeg te doen. Kijk eens wie we daar hebben. Hallo! We zijn reunited. Yes! We hebben elkaar voor het laatst gezien met die trainingsdagen. Dat is ook alweer heel lang terug. Wat dan mee? 2 meisjes? Met... Ja, oké. Okay. Dat is voor ons niet heel lang. Nee. Maar we zijn hier aangekomen. Gieter staat al lekker. En we hebben Loenie ook neergezet. Nu is Gieter weer rustig. Hè? Hij was net een beetje onrustig. Hij ziet zijn vriendinnetje. Voor het eerst, toch? Ja. Ja. Oh, ja. We hebben alle spullen. Moeder van Carmen Pauline had net mijn kast al naar de techbox heen gereden. We hadden natuurlijk eigenlijk geen techbox, omdat die stal voor Calvin was. Maar omdat die natuurlijk helaas niet mee is en we het geld niet meer terug konden krijgen, zeiden we, we houden die stal en we dumpen er al onze zooi. Het is echt perfect. Kijk. Daar staan ze. Daar is Pauline en Kito. Staat ook lekker. En dit is onze techbox. Kijk, dit is de kast van Carrie. Kijk, die heeft ook een spiegeltje. Echt chill. Ja, ik mama heb... Zo'n mega groot ding nog gekocht, kijk dit. Oh, maar dat is echt super chill. Ja, die kunnen we dan gewoon inzetten. Car heeft ook al de stickers erop. Die wil ik eigenlijk nog op. Maar we gaan even alles installeren. Loenie staat hier lekker. Die heb ik een beetje hooi gegeven hier in het hoekje. En nu ga ik even water voor haar halen. Nou, alles is helemaal geïnstalleerd. We hebben ook een slot op de deur. Dus vandaar dat dit wel even open kan staan. Het is de kast van Car. Ben je laarste. Yeah. En ik heb Loenie even... Water geef, ja. Oh, krukje moet er nog even in. Oh. Krukje nog even naar binnen. Ik heb mijn stalgordijn hangen, die is super fijn. Ik denk dat het ook heel fijn is voor Loen. Ik heb de beschermers afgehaald. En ze heeft hier in het hoekje, ik had het hier net kunnen zien, ja, een volle emmer met water. Dus mama was nu als het goed is de caravan aan het neerzetten met Carmen moeder. Het is echt
fucking heet. Maar ja, we gaan nu even naar het kamp toe. Zo hebben we het genoemd. Nou, kijk, dit is dus ons kamp. Carmen en Pauline hebben een mooie camper meegenomen. En wij hebben onze sleurhut meegenomen. En dan hebben we lekker een overdekking. Dan hebben we hier een tafeltje en campingstoeltjes. En wij hebben onze kleine mini barbecue van huis meegenomen. Ja. Ze hebben natuurlijk de eigen slagerij thuis. Dus we hebben ook lekker vleesjes meegenomen. Vanavond gaan we broodjes hamburger eten. Morgen gaan we lekker barbecuen. En dit is de caravan van binnen. Ja, ja, ja. Ja, het is nu nog een... ja, echt super luxe. Vanavond moeten we hem inklappen. We hebben hier nog twee matrassen in, dat we lekker zacht kunnen slapen. Ja, dat zijn mijn spullen. Dit is de koelkast, lekker gevuld met lekkere dingetjes. Even kijken, lekker yoghurt, vla, vleesjes. Lekker voor het brood. Dus dat is helemaal geregeld. We wilden eerst eigenlijk even eten, maar we gaan nu eerst even trainen. Omdat het natuurlijk nu al wel weer wat sneller donker wordt. En ik had het even gevraagd, maar we mochten ook nog baan verkennen en zo. Alleen als het donker is, gaan er zeg maar geen licht aan. Dus dan zie je niks meer. Dus we gaan eerst even lekker trainen. Kunnen we de paarden staan en misschien nog even afspuiten. Want Lonnie was helemaal bezweet van de reis. En Gito had nog in het zand gelegen. Dus die was nog een beetje stoffig. En ik moet ook nog even de mest uit de wagen halen. En dan gaan we lekker eten. We gaan nu even lekker trainen. We zijn aan het opzadelen. Mama is Loenie de hoofdstel aan het indoen. En ik ben er ook helemaal klaar voor. En dan gaat mama even wat voor jullie filmen. En dan krijgen de paardjes dan lekker eten. En dan gaan wij daarna ook even eten. Het is echt super warm. Maar ja, ze moeten eraan wennen. Morgen is het ook warm. Maar gelukkig wel iets minder warm. Dus dat is heel erg fijn. En Loenie en ik moeten morgenochtend al vroeg. Om 1 uur of 10. Dus we gaan niet mega hard trainen vandaag. Maar gewoon even lekker loswerken. Dat ze de baan al hebben gezien. En dan ja, moet het morgen denk ik wel goed komen. Nou, Johan is nu inmiddels laat uitstappen en toen zei ik, ik heb eigenlijk niks gefilmd. Of uitstappen, uitdraven, sorry. Was op zich hartstikke braaf. Dat is goed. En wie hebben we daar? Cody. Hallo. Nou, wat gaan we lekker doen? Ik heb een barbecue. Burger. Ja, we hebben hamburgers op de barbecue. Pauline is lekker komkommer aan het snijden. Mama zit lekker in de troon. En Carl is alvast aan het snoepen. Lekker even eten. Training ging goed, hè? Zo, hij stelt echt niet scherp op je hoofd. Ah, joh. Het is niet erg. Dat wil je ook niet zien. Wij zijn even lekker de paardjes aan het afvoeren. Het is nu 10:30. Eigenlijk 10:45 al. En we hebben echt heerlijk gegeten. Lekker gekletst. En ik heb Lonnie nog even een handje digest gegeven. Nou, in ieder geval een schep. En lekker de hooi, dat ligt in de hoek. En de water nog even bijgevuld. Dus ik denk dat hier wat in zit, maar er heeft letterlijk alleen maar water in gezeten. Ik heb de messen nog even uitgehaald. En dat heeft Carly ook gedaan. Dus we zijn helemaal klaar. We gaan alles op slot doen. En hier is ook alles opgeruimd. Slotjes erop gedaan, dat niemand erin kan. En de stal staat ook nog op slot. Zo, stop. En hier hangt mijn pet nog even te drogen. Dus we gaan even alles op slot doen. Maar het was een super leuke dag vandaag. We hebben heerlijk gegeten. Ik ga nu nog even snel douchen met mama. En dan gaan we lekker slapen. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En niet ons te abonneren. En zie ik jullie graag weer bij deel 2 van de wedstrijd. Doei doei. Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.